Rond 130 meldingen vorig jaar van geweld tegen mensen met een andere seksuele voorkeur. In de voormalige korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, dat lijkt mee te vallen. Maar veel slachtoffers willen of durven nog niet naar de politie te stappen, zeggen zowel de politie als het COC. Nou, wij denken inderdaad dat het aantal meldingen wat wij horen op jaarbasis, en dat horen we natuurlijk ook terug van het COC en van Radar, dat er meer geweld is, dat er meer meldingen zijn van incidenten. Er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren en ouderen natuurlijk ook die uit schaamte geen aangifte doen. En het toch eigenlijk voor zich houden, omdat ze toch iets hebben van het is toch wel normaal dat dit gebeurt. Vanaf nu kan er een speciaal meldpunt gebeld worden waarbij het zeker is dat die melding goed terechtkomt. Want een speciaal team gaat met de meldingen aan de gang. Het netwerk Roze in Blauw, wat bij ons in de organisatie actief is. En die zorgen ervoor dat deze meldingen en aangifte nog een keer extra aandacht krijgen. En op die manier ook nog met de juiste voorrang en de juiste attentie nog een keer worden behandeld. Gaat dit een oplossing bieden, dit meldpunt? Nou ja, wij denken sowieso natuurlijk van wel. Omdat je natuurlijk ook gewoon kan bellen en dan de juiste mensen aan de telefoon hebt die ook er verstand van hebben. Geweld in verband met seksuele voorkeur lijkt weer toe te nemen in de samenleving. Het Korps Rotterdam is de eerste met een speciaal meldpunt waar korpschef Pauw zich persoonlijk voor inzet. Het zijn van homo of lesbienne, dat vind ik nog een keer de overtreffende trap van geweld. Dat gaat extra prioriteit krijgen binnen uw korps? Ja, dat blijkt ook wel, omdat we er extra aandacht aan besteden op deze manier. Gaat het de politie vooral om het opsporen en vervolgen van daders? Ook het COC en de antidiscriminatieraad Radar zijn betrokken bij eventuele hulp aan slachtoffers.